Koningsdag zeg 6 in Atlanta. Vandaag hebben we eerst afscheid genomen van het team van Wesley Woods. We hebben allerlei presentjes meegenomen, dat hebben jullie gisteren al gezien. En we hebben ook nog een presentje gekregen, een heerlijke warme deken. Dus voor thuis, dadelijk als het dak koud is. Ja, het was een heel warm afscheid. Het is heel gevoel dat jullie heel veel leuk contact hebben opgebouwd deze week. En we hopen dat we een aantal volgend jaar terugzien bij ons in Nederland. We hebben al een paar personen opgeëist die we graag met ons mee willen nemen. En die gaan we dan meenemen op de duobar. Ja. En daarna zijn we naar Atlanta geweest, de derde locatie van AJ Rhodes. Daar hebben we also, ja, het is moeilijk om Engels en Nederlands te denken tegelijk. Daar hebben we ook een rondleiding gehad, net als in de andere locaties. En wat me nu te binnen schiet, wat ik wel graag zou willen delen, is dat we daar een appartement hebben gezien. En dat zowel Baha, die ons rondleidde, in Nederland was geweest. En die vertelde dat doordat ze in Nederland waren geweest, ze de ideeën van ons hadden meegenomen hier naartoe. En zo was het appartement ook tot stand gekomen. Ja. Dus er was echt een appartement ingericht voor een cliënt die daar kon verblijven. Dat was gewoon een opnameplek. In tegenstelling tot alle andere plekken die we gezien hebben, waar het gewoon een zit-slaapkamertje is met een gedeelde badkamer. Ja. Dus dat vond ik wel echt tof om te zien. Ja, ook deze locatie was echt wel weer heel anders dan de andere twee locaties. Mm-hmm. Maar ze zijn wel echt allemaal gelegen tussen het groen. Ja. Dus dat is, het voelt alsof je heel ver uit de stad bent, terwijl je er eigenlijk middenin zit. En vanmiddag, Aniek, misschien het handig? Vanmiddag hebben we een bezoek gebracht aan Simple C. Dat is een bedrijf die maakt eigenlijk een applicatie voor op een tablet. Voor mensen die hulpbehoevend zijn. Dat kunnen zowel ouderen zijn als mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. En dan hebben ze bijvoorbeeld reminders op voor de medicatie. Maar je kan ook foto's of filmpjes delen. Eigenlijk alles wat je met een gewone tablet ook kan hier ook mee. Mm-hmm. En dat was wel heel leuk om te zien, vond ik. Gisteren hebben we het in gebruik gezien en vandaag hebben we vooral de founders ervan ontmoet en de gedachten erachter en het onderzoek erachter gehoord. Ja. Dus wat we gisteren in het klein hebben gezien, hebben we vandaag echt heel uitgebreid mogen leren kennen. Ja, was leuk om te zien. Zeker. En leuk om te vergelijken met welke initiatieven wij ook in Nederland hebben. Dat we proberen om mensen een beetje in de moderne tijd mee te nemen met onze moderne technieken allemaal. Dus het was leuk om te zien, vond ik. Ja. We zeiden net eigenlijk in de auto met elkaar zo van, oh, we zijn echt vol. Ons hoofd is vol en we zijn verzadigd. We hebben echt heel veel gezien en heel veel mooie dingen gezien. Maar het is ook echt wel heftig nu. Ja. Toch? Het is ook fijn om morgen nog een dagje niks te doen en dan in het vliegtuig te stappen. Ja, niks. We gaan naar Coca-Cola en CNN. Maar ontspannen, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus we gaan de koffers pakken en morgen zien we nog een vlog. Maar dan stappen we bijna het vliegtuig in. Ja. Nou, tot morgen allemaal. Doeg!